OK です。Dus het is allemaal wardrobe. Oh, dit zal nu wel zo'n... Ah, even deze. Ik moet mijn helm op doen. Ja, kan ik ook doen. Oh, ja, dit is waarschijnlijk dus ook een beetje de missie, zeg maar, waar je altijd naar terug kunt keren. Om, waar je altijd weer terug kunt keren om dan dingen te veranderen, denk ik. Change outfit. Ik denk dat, dat deze expert ook voor online telt, of niet? Dat zou grappig zijn. Misschien. Oh, nou wacht, jij bent toch ook level 1 en ik ben ook level 1 starter. Rechts. Plus, wat gaat. Codex. Gewoon een moet ik waarschijnlijk naar toch? Ik wil jou een onzin bekijken. Of is dat ook van mij? Nu is het ook van jou. Oh, hier kun je iets kiezen. View and upgrade your cybernetic combat abilities. Oh ja, dan moet je wel level 2 worden. Als je dat mag doen. Oh, hier kun je het voor... Oh nee, ik dacht dat je hier voor multiplayer kon aanpassen, maar... Dat is niet zo. Het is gewoon zo. Dit zijn voor mij van die domme trainingsmissies. Als je hier gaat zitten. Ah, edit loadout. Deploy. Next mission. Ja, je kunt hierboven kunnen gaan zitten, maar voor mij krijg je dan van die dingen van hoe je moet schieten en zo, van dat soort gedoe. Nou, deze man heeft me getrapt, godverdomme. Trapped. Ik ga niet meer weg. Ja, hij heeft me vastgezet. Even een wapen bouwen. Wat is dit dan? Combat immersion. Nee. Het is een combat simulation, kun je doen. Als je dat wil. Ja, moet je dat maar doen. Ja? We have fight through 16 rounds of mixed human and robot... Bij 27.500 score krijgen we leuke dingen. Oh, ik ga hem wat leggen. Wat is de bedoeling? Maar dit moet je wel solo doen of wat? Schijnbaar. Ja, jij bent in een virtuele modus gegaan. Ik ben in een virtuele modus.
Oh, je zit er wel in? Ja, ik zit erin, maar ik zit dan in een eieren denk ik. Dus, als ik tegen die bal aan sta, dan... Nou, je weet niet wat ik nou weer deed. Ik dacht van, nou, ik spring gelijk even naar beneden. Er spawnde in één keer iemand in me en die heeft me doodgeslagen. Leuk. Dat moet maar niet doen. Nou, ik weet niet wat daar gebeurde, maar ik ben dood. Ja, dat had ik zo. Oh nee, weer! Ik gooi je granaten met dit. Nou, deze keer ben ik niet dood gegaan, maar ik sprong zo net in twee mensen sprong ik in. En toen hebben ze mij gewoon even geramd. Ik vond het wel leuk. Laat ook maar hiermee. Ik weet niet wat daar kwam, maar dat... Zit jij er nog in? Ja. Nee, ja. Oh, je moet... Oké. Okay. Ja? Waar probeer jij net opnieuw? Nieuw. Je moet echt 27.500 punten hebben om het leuke te krijgen. Nou, waarom ben ik dood? Ik word niet eens geraakt door iets. Secondary have a launcher.
laten we het eens proberen. Ah, oké. Nou, ik hou hiermee op. Spannen en even robot die gewoon niet doorging. Die ronde 3? Ja. Ik heb nu net iets gemaakt waardoor ik nu wel kan killen. Oké, next mission. Nee, wacht even. Ik wil een halen. Je moet even een rocket launcher niet even kiezen. Je kunt dus zo'n rocket launcher die je de hele tijd kunt gebruiken. Oh, ik ben nu de missie aan doen blijkbaar. Maar echt nee. Nou, in één keer ben ik dood. Hoe komt dat door dat jij daar bent gegaan? Oh nee. Okay, ik kom er ook aan. Hé, nu ga jij er alleen doorheen. Kom dan mee! Deploy. Do you wish to proceed? Complete this mission without dying, complete. Nou, hij doet het pas als jij ook bij bent. Human bio-augmentation has become commonplace throughout the developed world. The sheer scale of this disaster has overwhelmed the authorities. Superstorms continue to hammer the region, hampering relief efforts. These are uncertain times. Our future depends upon the choices we make. As populations continue to expand, megacities emerge worldwide. The extreme conditions have led to a vast exodus of displaced residents.